doelstelling van DAF was om de meest energiezuinige truck te ontwikkelen. Of het nu een dieselmotor was, battery electric of in de toekomst mogelijk waterstof. Mijn naam is Rob van der Heijkant. Ik ben lead engineer aerodynamica binnen de technische analyseafdeling bij DAF. Mijn ervaring komt met name uit de Formule 1, waarin ik aerodynamicus ben geweest en waar ik allerlei rollen heb vervuld tot groepleider aerodynamica toe. Op het moment dat je zo'n project, zo'n opdracht krijgt, is het natuurlijk geweldig dat je gewoon met de nieuwe Mass and Dimensions wetgeving en zo, dat je gewoon iets compleet vanaf scratch aan kan pakken. Dat je alle ideeën die je al jaren hebt gewoon ook toe kan gaan passen op de nieuwe modellen. Toen we dit project begonnen, toen zijn onze rekencapaciteit is uitgebreid. Het team is uitgebreid. We hebben ook veel meer mogelijkheden gehad om te testen op de baan. Dus we hebben veel meer kunnen doen om deze voertuigserie mogelijk te maken. Het is een team. Design komt over het algemeen met de ruwe vormen. Daarna kijken wij als aerodynamici ernaar van wat is het effect van deze vormen. Kunnen we door een paar kleine wijzigingen toe te passen, kunnen we daardoor nog minder weerstand krijgen van het voertuig. En dan uiteindelijk gaat het weer terug naar de designafdeling voor de finishing touches. Ik ben zelf het meest trots op de wheelbay, dus het gebied rond de banden, zeg maar, hoe we dat deel geoptimaliseerd hebben, daar hebben we echt een behoorlijk grote brandstofbenefit uit kunnen halen. Dat onderdeel hebben wij samen met het team hebben wij ook helemaal verzonnen. Dat bestaat nog niet. Geen andere truckfabrikant heeft dat onderdeel, dus daar ben ik eigenlijk wel het meest trots op. We hebben echt duizenden simulaties gedaan om tot dit uiteindelijke ontwerp te komen. Tussendoor hebben we continu proeven en testen moeten doen op de proefbaan om aan te tonen dat die simulaties ook overeenkwamen met de werkelijkheid. Het is heel erg spannend, omdat je die eerste keer dat je die baan opgaat, dan hoop je ook echt dat het voertuig doet wat je gesimuleerd hebt. Op het moment dat je voor de eerste keer in dat busje gaat zitten, naast een vrachtwagen gaat rijden, om dat maar te zien van, komt het overeen, komt het niet overeen. En ja, dat was wel een van de mooiste, maar ook de meest spannende momenten van, doet hij nou eindelijk wat we wilden dat hij deed? Als ik nu een verjaardag heb, dan kan je gewoon laten zien, kijk, hier ben ik nou de afgelopen 5 jaar mee bezig geweest. En hier zijn we trots op, want qua aerodynamica hebben we hier het beste neergezet wat we neer konden zetten.